Wat voor leentjes van Justin Spekkermenters. Welkom bij de 5 jaar Justin Spekkermenters special. En wat er special aan deze special is, wij gaan Mario Party 7 doen. En dat is niet alleen speciaal, maar het nog meer special is. Is dat wij 2 tegen 2 gaan doen. We horen bij elkaar tegen 2 brutal computers. 50 turns. 50. Dus we hebben waarschijnlijk staan we voor tot de 49ste turn. En dan verliezen we alsnog. Precies hetzelfde. Way. We hadden het net al opgenomen, maar toen liep hij vast. Dat was een beetje. En toen gooiden hen ook 10 en toen gooiden wij ook 4. Oh, dat is wel heftig. Ik ben benieuwd of hen dadelijk 3 gooien. Dan zou eliminatie echt confirmed zijn. Wow. Maar wat er nog extra vakantie eraan is, is dat wij, als wij een minigame verliezen, moeten wij een Doritos roulette chipje pakken die lekker heet zijn. En als jullie misschien de vorige 2 specials, de 4 jaar special of de 3 jaar special hebben gezien, dan doen we dat ook met roulette chips. En toen ging het niet zo goed. Ja, het ging wel goed, alleen het was heter dan gedaan. Ja. Terwijl die allereerste, die we toen deden, die was gewoon wel te doen, in principe. Oeh, dit is nice. Oeh, dan krijg je ook 5 coins. Oké, ja, nou is het niet meer hetzelfde. Zeg maar. Oh, maar wij hadden gewoon een keigoede start. Dan kwam, nou komen we op DK. Ah, nog beter. Next copy! Ja, ik denk dat we al die... Voor maar 5 coins, ja. Dat is gewoon... En mocht het chippy nou te heet zijn, hebben we natuurlijk een lekkere monster om het weg te spoelen. Ja, maar het is zonde om zoveel meteen te drinken. Zou monster over... Want daar zat ik aan te denken. Zou monster over 30 jaar gewoon 1,50 euro zijn? Ja, ik denk over 5 jaar al. Oh my god. Hoezo wordt dat echt... Waarom wordt dat zo snel duurder? Dan. Dat is wel jammer. Want ik weet nog wel de tijden toen het gewoon... 99 cent. Yes. Nou ja, bij de Big Bazaar is het nog steeds 99 cent. Moet je nagaan hoeveel winst erop maken. Gewoon al puur de Jumbo, want als de Big Bazaar het kan verkopen voor 99 cent, die verkoopt het echt niet met verlies, zeg maar. Je moet je gewoon op die bananen swingen. Oké! Maar het kut is dat de computer hier ook aan meedoet. Ja. En dat is wel gay. En we staan op Brutal. Ja, Brutal is wel Brutal. Go! Oh, hier, dan springen we meteen op die trossen. Mij lijkt het niet zo. Ik sprong ook op het tros. Oh, fuck. Ja, jongen. Ik had er 1, yes! What the fuck. Oh, dit is echt brutal. Die Beardo die sprong echt op 2 van die trossen. Maar ja, hebben we nou verloren of niet? Dat is de vraag. Nee, we hebben niet verloren. Je krijgt gewoon coins. Maar hun hebben meer coins. Maar wij hebben 8 coins en hun hebben er meer. Ik denk dat het tijd wordt. Om de monster te openen. Iets wat lekker is, als je hem... Oh, je controller is uit. Oh, what the fuck. En wij dachten al van, nee, weer. Weet je wat lekker is, als je hem dan openmaakt en zo'n puntje van je duim komt in het blikje en dan kun je zo aan je duim stappen. Ken je dat? Ja, ik ken het. Oh, deze lijkt me ook wel kut, hè. Ja, want ze zijn nu ook goed. Maar dit is wel een leuke moeining. Oeh, hij is wel lekker zoet en fris. Snap je? Ja, ik snap het. Je hebt soms ook die echte zure, die vind ik dan weer minder. En je hebt soms ook echt die hele zoete, die vind ik dan al lekkerder. Maar je hebt ook die precies goede, weet je wel? Is dit een precies goede? Dit is een precies goede. Hier zou ik zelfs 5 euro voor willen bedanken. Nou, dat is onzin. Nee, ik vind deze wel echt goed. Dat is ook de reden waarom ik zeg maar groen wou, zeg maar. Omdat ik hier aan dacht. Come on. Wat yo! Oké, ik faal hard, maar je staat al dik voor, geloof ik. Nieuw record. Nice. Nieuw record. Echt slecht. Ik zag het gaatje en ik prikte. En we hoeven geen shippy. Ja, computer, ik ga ship! We moeten eigenlijk onze honden zo'n chef geven. Maar als hij dan... Nee, dat is ook zielig. Als hij dan kei heet is. Ah, mijn controller valt weer uit. Ah, waren dit een nieuwe? Nee, hier zijn de nieuwe. Oké. Geef mij die dan nog eens. Oh, nice. Gewoon zo'n heel rolletje. Ja. Oké, wacht even snel, hè. Weet je, ik heb de afgelopen week, of vorige week heb ik 2 games gekocht. Welke? Of heb je gepreorderd? Nee, gekocht. Oké. En gespeeld.
En dan voor de Wii Switch. Eentje voor de DS en eentje voor de Switch. Gooi die eentje voor hem. Oké. Ja? Ja, daar. Wat, eentje voor de wat? Eén voor de Switch. Ja. Yeah. En één voor de 3DS, maar het is geen 3DS game. Wow, wow. Dan snap ik het niet. Zo, je moet eerst even gooien. Hij komt eraan. Kom maar, yes. Oké, okay, vertel. Oké. Ik heb FIFA gekocht, FIFA 18 voor de Switch. Super. Oh, weet je wie de voorkant heeft? Ja, ik was echt teleurgesteld. Ik wou jou nog een foto sturen. Ja, maar hij heeft toch nog nooit eerder een voorkant gehad? Nee, altijd op PES. Oh, oké, maar PES is gestopt dan? Nee, ja, hij is gewoon overgestapt. Ja, oké, snap ik. Ik bedoel, ja. Maar alhoewel Messi dit seizoen ook gewoon echt goed is. Dus... Alleen Barcelona had afgelopen... Barcelona had... Ja, wil jij hem doen? Doe jij hem. Okay. Barcelona had de laatste wedstrijd gespeeld zonder publiek ofzo. Ja. Dat is echt heftig. Oh, jij moet wel drukken, hè? Dat is lekker. Maar vertel over je games. Oké, dus FIFA 18. Dat ziet er gewoon goed uit. Niet zo perfect als op de Xbox en de PlayStation. Dat kan je ook niet verwachten. Maar wel gewoon echt goed. Het spel is gewoon precies hetzelfde. Dus niet zoals met die oude FIFA's dat het gewoon helemaal anders was. Mm-hmm. Echt gewoon precies hetzelfde. Dus ik was echt, ja, ik was blij. Je hebt met dat verdediger dat dan één keer helemaal was aangepast. Ja, en dat schiet, het zag er gewoon helemaal anders uit en het werkte anders. Dat was ook op de Wii, moest je zo doen. Allemaal van die bullshit. Dat is fucked up, ja. En ja, ik zal gewoon verder vertellen, maar ja. Ja, ja. Dus FIFA, goede game. En ik heb een Virtual Console game gekocht. Namelijk Pokémon Gold. Oh, fuck. Welke? Pokémon Gold. Okay. Op de 3DS, op de Virtual Console. En dan, is het dan in 3D? Nee, gewoon de oude game. Alleen ik heb Pokémon Go niet toch? Oh, leuk. En dan krijg ik Celebi en Ultra Sun and Moon. Oh, dat is wel nice. En Ultra Sun and Moon komt volgende maand uit? 17 november. Maar eerst komt nog een betere game, denk ik. Ja, dat is echt heftig. Dat zeg maar... ik maakte één foutje en dan heb je ook gewoon verloren. Omdat hun alles goed is. Dat is leuk. We moeten een chippy eten. Yeah. Of moet alleen ik nou een chippy? Nee, we moeten alles. Oké. Maar als we dan al onze coins kwijt zijn... Oh, nice. Nice. Ik hoop wel dat ik even zo'n hete, want dan is de kogel meteen uit de kerk. Of in de kerk. Bestormer. Oh. Voor elke keer 2 chippies per keer. Hadden we deze keer moeten doen. Oh! Hadden we al überhaupt verteld over de game? Ja, dat hebben we wel. Oké. Ik denk dat we deze ook gewoon gaan verliezen. In de midden. Links, rechts. Ja, in de midden. Rechts, links. Oh, fuck. Ja, links, rechts. Rechts, links. Ah. Rechts. Oh joh, als we daar botsten, dan hadden we door de game verloren. Of we moesten daar botsen. Ik had verwacht dat we deze ook gingen verliezen. Ja. Dan hadden we al, ja, maar dan hadden we ook gewoon. Ik heb dus Pokémon Go voor de 3DS. En dat is best leuk. Gewoon, maar is het dan ook in 3D of is het dan... Nee, gewoon een normale game. Tuurlijk is het niet. Oké. De Pokémon Sun and Moon is niet eens in 3D. En zijn er dan dingen anders? Of is het echt gewoon helemaal dezelfde? Nee, het is helemaal hetzelfde, behalve dat Jinx's spruit is aangepast. Het is niet meer een nigger, maar een paard. Ja. En je kan ruilen, zeg maar, draadloos. Mhm. En, wat was er nog meer? Waarom gooi je nou laag, jongen? Dat is wel gewoon... Ja? Maar verder is er niet echt iets, volgens mij, aangepast. Wat gaan we... Ja, ik denk dat we goed is, hè. Oké, cool. Het enige kutte bij gold en zilver is dat je zeg maar alle 3 de honden moet vangen. En dan pas kun je Ho-Oh vangen, behalve één. Nee, ik heb Ho-Oh. Oh, dan is dat alleen een crystal. Alleen in crystal krijg je dan wel die Suicune, zeg maar. Want anders krijg je die Rainbow. Suicune kan je toch helemaal niet vangen in... Jawel, maar alle honden hebben dan gewoon een random kans, zeg maar, om te spawnen. Alleen het ook Suicune? Ja. Oh. Alleen, dus het core daarvan is... Je kunt er maar op één de masterbal gooien, maar ja, als je niet weet hoe je moet klonen dan. Dus als je die dan kiest voor Suicune en daarna kwam Crystal uit, dan was het, ah, kut, weet je wel. Dus ja, maar dan... ja,
Wil je weten waar ik ben en welke Pokémon ik heb? Of welke Pokémon denk ik? Ja, als je Hoenn al hebt, dan heb je de Pokémon League verslagen. Nee, ik ben nu in de Pokémon League. Ik heb 3 verslagen, ik ben er nu in. Oh, dus je bent nou bij dat vrouwke met die dark Pokémon. Of je bent... Ja, ik moet de 4e nu gaan verslaan. Ja, dus je had net die Machamp dude verslagen. Ja, Bruno. Bruno Mars Indy. Dat zit allemaal uit je hoofd. Een soort Menta rings, maar dan anders. Oké, nice. Je hebt dik gewonnen. Ik heb deze keer carried. Nee, ik was 2e, dus het zal. Maar welke Pokémon denk je dat ik heb? Ik heb 5 Pokémon, nog geen 6. Oké. En daarom moet je verhaal vertellen waar ik echt doe. Oké, dan wil ik wel een vraag stellen. Heb je Pokémon gevangen met Habit of niet? Dat wou ik. Oké, dus dan wou je een Heracross. Ja, en ik heb ooit, het is het moeilijkste ooit in Pokémon World of Silver. Hoezo? Nou, ik denk dat ik heb nu 20 uur speeltijd. Ja? Waarvan denk ik 6 of 7 uur aan Headbutt is, maar elke keer geen Heracross. Echt? Is hij ja. Zo rare? Is hij 1% of zo? Nee, op Serbia staat 30%, maar ik ging overal opzoeken. Iedereen zegt, het is het moeilijkste Pokémon te vangen in die game. What the fuck? Ja, gooi die maar ergens gewoon neer. Kijk eens voor ons, voor zo'n Bowser-vakje. Ja. Oei, je Heracross is wel vet. Oké, heb je geruild, zeg maar? Dan weet ik of je bijvoorbeeld Steelix... Nee. Ik heb niemand om mee te doen. Oké, nou, dan heb je... Ampharos. Nee, we komen volgende op ons eigen... Ampharos. Ja. Die geven voor... Oh, nice, 5 coins. Die van Mareep, die heb je eigenlijk standaard. Want als je kristals... Een kristal kun je die niet vangen, dus dan... Ja, maar je kan wel Mareep krijgen toch met een eitje. Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat je hem daar niet wild kunt vangen, nee. Dus dan sla je hem heel gauw over, zeg maar. Oh, oké, deze is nice. Dus Mareep, starter heb je of Chikorita of Totodile. Ja, want zit ik wel in de kut. Dus dat heb je gelijk. Ik denk Chikorita dan. Ja. Oh. Oké, nice. Even concentreren. Slaap. Oh, dat is een... Ja, yeah! Maar ik sprong de hele tijd op die Birdo, die ging eronder staan. Oeh, nice. Open, ja, ik... Ketchup! Wow, die al is zo snel. What the fuck. Snel! Hey! Oh, wat een keer! Oké, loop omlaag, die bommen, sowieso. Nee, zij had hem! Mooi, yo! En Shippy! Oké, dus je hebt Meganium. Ja. Mareep. Heb je die Shiny Gyarados gehouden? Oké, team. Ja. Omdat hij zeker level 30 was. Ook dat. En dat had ik van tevoren ontvangen. Oh, dat was het. Ik had ook die niet zo weg vond. Jawel, maar het is een simpele shiny. Maar ik vind hem wel vet. Ik dacht dat jij voor Lantern ging, dan had je water en elektrisch. Ja, maar ik wist niet waar ik die dingen moest gaan. Revisie! Ik denk dat we hier een beetje ons vakje moeten maken. Maar ik wou dus heel graag Heracross, was hem niet gelukt. En ik dacht van, oké, cool, heb ik een shiny Gyarados. En weet je waarom ik er ook graag wou? Omdat ik dan die Pokémon Bank ga kopen, weet je wel, als Ultra Sun en Moon uit. Oh, en dan kan ik alles niet hebben. Ja, nou, wel eens. Dus je hebt 3 van de 5. Je kunt daar ook een Tyroke krijgen, maar Tyroke daar halen is best lastig. Je moet dan helemaal in die grot waar je Lugia kan vangen. Ja. Ja, daar heb je dan. Is dat goed? Nee, niet per. Jawel, wel. Als je zeg maar naar die route gaat, waar je dan zeg maar moet surfen. Dus die route voor naar de 7e gym, weet je wel. Dat je daar zo kunt surfen, naar de volgende stad ook een beetje. Nou, daar heb je toch zo'n grot waar het donker is meteen. Ja. Ja, daarin. Die grot is fucking groot. Mm-hmm. En daar heb je dus ergens zo'n trainertje die dan zeg maar als je hem verslaat. Hij heeft dan die 3 fight Pokémon. Ja. Als je hem verslaat, dan krijg je een Tyroke, zeg maar. Dat is wel vet, als ik dat al weet, dat die misschien wel. Ja, maar dat, oh, okay, dat is wel moeilijk. Dat kan wel pas na de Pokémon League. Of ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of het na de Pokémon League kan. Hebben we nou allemaal gewonnen? Ja, nice. Of ja, jullie. Eigenlijk hadden hun al moeten winnen, omdat hun alle 2 nog leden. Oké. Oh, hun krijgen dan ook 20 coins. Ja. Oké, maar we hebben gewonnen dus. Nee.
Nee, maar dan krijg je een Tyrogue. Oké, okay, maar... Dus ja, en die vierde weet je ook al. Die heb je eigenlijk ook al opgenoemd. Ik heb gewoon wel opgenoemd. Ja, oké. Okay, dus je hebt legendarissen in je team gedaan. Ja. Dan heb je dan ook... nee, dan heb je geen Suicune, want je hebt Gyarados. Vliegpokémon. Oké. Oh, trouwens. Nee, die andere is ook een vliegpokémon die ik heb. Ik denk dat ik dan misschien wel de vetste Joker heb. Dus het is een tweede generatie Pokémon. Ja. Skarmory. Nee. Oeh. Nee, dat heb ik niet zo vet. Geen Lugia dan, hè? Nee, want die kan je toch niet vangen? Jawel. Oh. Degene van Gold is zeg maar level 40. Mm-hmm. En Lugia is level 60. Wat eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ja. Mm. Een Vetterfly. Geef me eens een tip. Niet nee. Die Skibloom toch? Nee. Ik ga geen tip geven. Het is niet zo moeilijk, het zijn de eerste twee generaties en het is een vliegpokémon, dus het valt wel over. Oh, Noctowl. Nee, die vind ik ook niet leuk. Maar geen Pidgeotto toch? Pidgeotto? Nee, dat is geen Pidgeotto. Hij is Secondary Fly. Ja, Gyarados. Waterfly. Oh, wow, dat is niet drie fly. Saita? Duckfly? Nee, hè? Ik weet het zo even niet. Ik weet zeker als je hem opnoemt dat ik wel, oh die, ja. Yeah. Ja, en als ik een hint geef ook, dan denk je ook, ja. De twee voorevaluaties. Waar kun je hem vangen? Het is geen dragon. Overal. En het is een fly? Ja, volgens mij is het. Volgens mij of weet je het zeker? Ik weet het bijna. Hij kan fly leren in ieder geval. Volgens mij is het wel een fly. Maar ze twee voorevaluaties, we kunnen geen fly leren. Terwijl ze dan toch fly. Oeh, oké. Crobat. Ja. Oké, nice. Yo, wat een tyfus bitch. Oeh, we zijn ook goed hier. Wow, zo'n nieuwe man aan het recht, die bitch ditjes. Dus het was Crobat, hè? Ja. Oké, dus dan heb je Fire Potion, toch? Ja. Nice. En dan, hoeveel heb je er dan nog? Dan hebben we ze al vijf. En wie wordt de zesde? Nou, nee, ik wil eigenlijk sneezelen met die, omdat een tegenstander die altijd dacht van, oh, die is vet. Ja. Ja, die heeft dat ook. Alleen, die kan je volgens fucking laat vangen. Ja, bij Mount Silver. Ja, of in Kanto. Oh, okay. Ja. Maar... Kanto is wel vet, dat je daar ook nog, zeg maar... Maar dat is een... Verhaal technisch niet meer interessant. Hè. Alleen maar Pokémon vangen. Ja, en de gyms. Maar en dan verder niks. Nee. Niet interessant. Hè. Maar ik ga het wel doen. Maar wel vet. Ik ga misschien wel proberen zoveel mogelijk Pokémon daar te vangen, lijkt wel vet. Ik vind het qua verhaal vind ik het dan vet dat je dan zeg maar Cinnabar Island, die is dan helemaal afgebrand. Ja, dat is dan wel. En dat je Blue daar dan tegenkomt van, yo, hey, oh ja, ik ben eigenlijk op vakantie, maar ik wil best tegen jou vechten, want jij ziet er sterk uit. En dan... Een lokje zeg maar ook M en dan moet je met die Cinnabar Island dude vechten. Alleen die zit dan in die grot waar je Articuno kunt doen. Ja. Dan vind ik wel raar dat dat in één keer een vulkaan dan kan worden, maar oké. Alleen je moet wel even weten waar je dus bij Misty's Gym, waar je dan, je moet dan zo'n hidden... Een switch pakken om in de gym toch? Ja, je moet in het water moet je zo'n machine park pakken zeg maar en die moet je dan... Waar Zapdos is, zeg maar. Ja, Powerplant, ja. Moet je die afgeven. Kan je die opvangen in die games? Nee. En dan krijg je Zap Cannon. Oké, maar dat is alleen voor Zap Cannon? Of is dat alleen voor... Of is dat ook echt voor iets te unlocken? Ja, dan unlock je ook daarna de gym, zeg maar. Als het goed is. Ik weet in ieder geval dat het moet. Wat gaan we kopen? Niks. Ja, of de gouden rustroom. Ja, is de kanon niet beter? Ik denk dat je met gouden rustroom verder komt. Oké. Ja, op zich gold is al vet. Oeh, nice! Het was 10 euro. Voor, en dan heb je en zo'n vette thema voor je 3DS. En je krijgt Celebi bij je. Bij de nieuwe. Bij de nieuwe. Want je kunt Celebi niet vangen in gold.
Oeh, single. Oké, dit is nice. Hier kunnen we sterven. Oh, kijk, dit is al nice dat je het vooraf weet. Oh, jammer, jammer, jammer. Ja, 30 coins is ook niet heel slecht, hè? Jij bent uitgekomen. Oh jee. Dus eigenlijk moet je eerst de game zien en dan pas kiezen wie we gaan doen. Ja, maar het is hier niet zo heel Dit is ook de moeilijkste, of niet? Oh ja, dit is wel moeilijk. Deze is lastig, ja. Maar die lukt wel, toch? Moet je ook... moet je gewoon... Ja, zo snel mogelijk. Hoe ga je dan ooit ontwijken? Staat hij ook op Brutal of zo? Ja, lijkt wel. Hij gaat echt niet omhoog. Je moet sneller rijden, je moet Ja, maar hoe het kan bijna niet sneller, joh. Om als ik ook nog andere knopjes in moet drukken. Ja, maar je hoeft alleen maar links of rechts te doen en verder is het gewoon sneller. Ja, maar hij is alles. Maar ik vind het wel onzin dat hij opeens zo snel was. Volgens mij is dat normaal helemaal niet. Ik heb deze ook wel eens gewonnen. Nou, nu was ik hem nog lang niet bij je winnen. Nou, gelukkig ging het niet om een sterk. Ik denk dat we een chippy moeten eten. Nee. Oh, okay. Murdo en Toad. Contagious. Oké. Als we minder coins krijgen dan hun, dan moeten we een chippy opvangen. Oh, dat is een leuk game. Oké, nee. Echt, we moeten echt hard verliezen gewoon. Dan stel ik het voor. Maar die story mode bij FIFA, dan gaat het ook met over Ronaldo, toch? Nou, ja, maar die story mode kan ik nergens vinden. Dus ik weet niet of dat niet in op de Switch zit ofzo, of dat ik iets mis. Want ik doe gewoon carrière zo. The Journey bedoel je, toch? Ja, als de story mode is wel, ja. Ik weet dat ook niet precies, maar ik had daar de reclame van gezien, zeg maar. Oh, ik laat heel veel hand binnen. Ja. Oh, die dolfin staat achter, dat is niemand. Maar ja, ik wou dus Heracross zo graag, alleen ik had het echt opgegeven na 6 uur. Ja, Heracross is ook echt sterk, want hij heeft dan die... Ja, maar hij schijnt wel een slechte moveset te hebben. Oh, dus hij heeft nog geen mega hoor. Dat weet ik niet, maar dat las ik wel. Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat je voor een mailtank ging ofzo. Legde je die zapper op neer? En dan weer één blokje, ja. Ik kwam in de Victory Road die niks voorstelt in Johto. Ja, die is echt super kort. Ja. En dan komt je rivaal. Ja, maar daar kwam ik wel een goed Pokémon. Oké, maar 10 coins, oké. Toen kwam ik wel een coole Pokémon tegen, dacht van oké, als hij niet normaal was, dan ging ik vervangen. Ik kwam Earthstorming tegen, ik dacht van, die is wel. Oh, ja. En ik was bang dat ik een Shiny Colbat tegen zou komen daar, want die ben ik er daar al eens tegen. Dan had ik die liever eerder tegen willen komen, natuurlijk hem ook op mijn trainen. Want dat is ook echt een pain in the ass, joh, in de oude games om happiness te tronen. Oh ja, ik had een Espeon op die ene game die nou gecorrupt is, zeg maar. Dat had ik laten zien, of had jij dat niet laten zien? Nee, wel volgens mij verteld. Oh ja, nou, ik kan vertellen hoe ik denk dat die gecorrupt is. Je kunt de tijd op de Game Boy, op die Game Boy games kun je de tijd ook aanpassen. Dan moet je zo'n bepaalde knoppen indrukken bij het menu. En dan open je zo'n ding. En dan op basis van je. Op basis van je ID en hoeveel geld je hebt, zeg maar. Shit, ja, ik heb hier de hele tijd weg. Yo. Op basis van hoeveel geld je hebt en blablabla, dan, want je hebt daarvoor een code nodig, maar die code, ja, weet ik veel. Alleen er is zo'n code generator, en op basis van hoeveel geld je hebt en blablabla en hoeveel uur game time kunnen ze die code genereren. En toen had ik dus de dag verzet naar vrijdag om Lapras te kunnen vangen. En toen kort daarna, toen startte ik hem op, want ik dacht... En ik had dus ook Eevee, had ik helemaal blij gemaakt door zeg maar elke keer 250 stappen, gaat de één happiness omhoog. Hun zijn echt dom. En en hun staan op Brutal, what the fuck. Dus ik had een Espeon, en een Espeon in Gold and Silver Legend is echt sick, weet je wel. En die wil ik misschien nog wel gaan. Toen wou ik dus in de auto wou ik een keer weer spelen en toen, hij is corrupt. Ah, wat van. En toen ging ik dus kijken of het ligt daaraan, of het ligt eraan dat de batterij in de Game Boy spellen, zeg maar, dat die op is.
dus je kan ook geen nieuw game doen. Ja. Best idee ooit om die zet daar neer te leggen. Nou, we hebben gewoon weer evenveel coins. Mm-hmm. Maar jammer dat hier geen coins in de orbs kunnen zitten. Dat is bij Mario Party 5 weer heel erg, hè. Dat er keiveel coins in die orbs elke keer zitten. Ja. Oh, what the fuck. Is nou alles gelijk, hoor. Ik krijg nu een coin. Ik denk heel veel, ja. 100 coins, ja. Oké. Ik vind 20 coins al heel veel. Ja. Waarom niet? Waarom niks? Ah, gewoon hammer bro. Dan heb je meer aan. Dan zou ik eerder 10 coins meer uitgeven van zo'n ding. Oké. Ja, maar ik vind het altijd wel vet als zeg maar het hele gebied zeg maar van ons is, weet je wel. Ja, dat is wel vet. Beetje zorgmonopolie. Oh! Hoezo kun je 4 orbs vasthouden? Omdat je 6 orbs vast kan halen met z'n 2. Oh, oké, dat is of fine. Maar 5, zeg maar, dat kan ook wel eens. Ik hoop een Snowride. Snowride, oké. Als je hier moet je al goed opletten aan het begin. Of je dan als eerste links of als eerste rechts moet, zeg maar. Dat is goed om te weten. Links. Mm-hmm. Want dan kun je dus, zeg maar, ja. Dan loop je in ieder geval niet het risico dat je zeg maar helemaal de verkeerde kant op wilt. Deze minigame vind ik ook echt leuk. Kom op. Die Birdo jongen is al veel verder. Finish! Wie heeft er gewonnen? Was jij ook al vandaag? Nee. Oh, ik dacht dat jij tegelijk kwam, maar er waren Toadette en... Ja. Maar ik dacht van, ik had bijna geen fouten gemaakt. Ik stond dik laatste. Ik was ook geen één keer geraakt, maar het is dus zeg maar hoeveel je bochten neemt, Shippie. Zeg maar. En hun doen het dus echt gewoon perfect, zeg maar. Ja, dat is wel een fucking sick. Moet je ook mee? Ja, ik was ook mee, man. Dan moet je er wel zijn, hè? Oh, ja. Oh nee, deze is heet. Je weet die kanoen. Ja? Ja. Is dat heel heet of gewoon heet? Hij is gewoon heet, hij is niet zoals die ene, weet je. Oké, dus niet de echte pittige. Oké, een beetje de neppe. Je kijkt hoeveel vakjes. Oké, als we nou 2 geworden zijn, mogen we dan. Oh! Wow! Jij jinxte het zo hard, hè? Jij jinxte het zo. Oh, hij is wel echt leuk. Maar jij jinxte het zo hard. Oh my god. Ah. Ja. Waarom wist ik het gewoon? Maar ja, wel 5 was. Oh, dit is toch dat je over die elektrische dingen moet springen. Deze ook wel leuk, ja. Waarom word je dan met 2? In ieder geval, we staan trouwens gewoon voor, hè. Wij hebben alles, hè. Oh, maar we hebben ook alles. En dan hebben we veel meer coins. Oh, maar jij moest ook weer items kopen hier. Ja, want we waren net ook gewoon weer een stuk eerder bij de... bij de ster, maar ja, dan gooi je weer 2, weet je wel. Ik ben roots op jou. Eet chips. Wow, oké, ja. Maar hij werd op een gegeven moment al sick, zeg maar. Maar tel nog wel dingetjes wat ik in gold kan doen, want dan weet ik dat. Ja, je kunt die Lapras of vrijdag vangen. Ja, waar? Dat had ik ook al verwacht. In die Slowpoke grot. Kijk eens, heb ik dat goed? Oh. In de grot voor de Slowpoke grot. Oh, daar, oké. Okay. En dan naar boven of zo, naar beneden. Ik weet welke je bedoelt. Ik heb daar namelijk 6 uur voor gestaan om een herbertocht in de grot voor de Slowpoke te hebben. De Union Cave. Mm-hmm. Oh, nice! Oh, we werden keihard naar beneden gedouwd. Wow!
Gewoon 20 pakjes oh. of zo. Oh, ik wou dus zeggen, gaan ze die nou op mezelf gebruiken? Ja, maar dat is kei voordelig, want wij switchen dan met hun. Dus hun lopen nou weer naar voren. En wij komen daar dan op en dan switchen we met hun. Eh, brutal, hè? Oh, oké, we moeten nou wel weer duwen. Dat doe jij maar. Ja, het is nou ook in mijn beurt. Oh, maar nou, als we maar deze verliezen, dan gewoon moeten we wel. Oh, ja, nou, hier beëindigen we dus. Oh. Ja, ik had ook wel lepers Ja, en ik had eigenlijk niet verwacht dat je ho in je team deed. Ik dacht, jij vangt wel een ik andere vuur. Ja, maar is er een tweede generatie vuur Pokémon behalve Cyndaquil en Entei en Ho-Oh? Houndoom was goed. Die zou wel sick zijn geweest. Wow, deze is wel... Oh my god, deze heb ik nog nooit gedaan. Deze heb ik serieus misschien één... Nee, deze heb ik nog nooit gedaan. Go! Als je allebei in doet, dan ga je vooruit. Wajo. Zij is dan echt een pixel ball perfect. Fucking hell, man. Oké, dat was al even een goed stukje. Loopt zij ver voor, ja. Ah, ik vond dat ik hem niet eens zo heel slecht deed. Als maar... je dit tegen een normal computer had je dit. Had ik gewoon dicht gewoon. Oké, maar daar zijn dus van die moet games. Moet u een ja. Maar was die van jou net echt heet of gewoon heet? Nou, hij was niet zo heet als die ene. Oké, dat is kut. Oh ja, hoeveel? Wat hel. Gewoon één voor één, jonge bitch. Nee, dat is niet genoeg shit. What the fuck? Oké, ik heb ook een hete. 50? Wow! Wat krijg je wel niet als je dat dan... En we zijn weer terug in de game. Ik denk 100 dan ofzo. Dat denk ik wel, maar ja, 6 keer hetzelfde voor. En nu worden we omhoog geschoten. Ah, nu komen we niet langs die warpipe. Ik heb ook een hete. Ik knauwde en ik slichtte hem door en nu voel ik hem, zeg maar. Dat is wel de beste pijl, volgens mij. Want je kunt ook gewoon dat je echt maar een klein beetje naar voren... Hij is heet, maar ik heb hem ooit heter gehad, weet je wel. Maar... Het kutte ervan is dat hij wel zeg maar in je mond blijft. Snap je ook wel? Ja. De hitte gaat niet zomaar weg. Oké, hij wordt wel heter. Je moet gewoon deze tijd roepen bigger. Oh wow. En je mag 5 keer bigger roepen. Zoiets of zo. Bigger! Zal ik dat ook doen? En jij moet het ook gewoon doen. En dan stop. Stop. Nee, jij moet het overleven, want anders ben ik genaaid. Anders zou ik genaaid, dus jij kan niet overleven. Wat ik nou kan doen, is dat ik nou... Eén keer bigger nee, en dan gewoon doodgaan. Wat heb jij toch gewonnen? Nee. Gewonnen. Jawel. Jij zat als enige achter dat spel. Wat een game! Als je dit met een team doet, dan is deze game busted. Ja. Kijk, normaal is het toch een 4-player minigame. Ja, dan is het leuk, maar nu was het fucking slim voor jou. What the fuck? Why you? Oké, dat was slim. Dat was slim. Dus D, als je dit ziet, hij is vrijgezel. Yeah. Nee, ik heb een naam niet gevonden. Oké,
heb die smaak gemist, die brandende smaak in mijn mond, maar nu al wegdrinken met monsters. Maar toen hadden we zeg maar verschillende monsters in een glas gedaan, weet je nog? Mm-hmm. En toen gingen we drinken. Oké, haal nou de Big Shroom eruit. Oh, echt nice dat we 50 coins kregen. Ja, en hier best. Boven kwamen. Dat is gewoon de beste play. Oeh, en 3. Ja, what the fuck, man. Oké, maar in ieder geval wel de ster. Maar nou kost de ster wel 30 coins, ja. Toch? Ja. Nah, boeien. En met een beetje geluk komen we langs de warpipe voordat we ja, zijn. Zeker. Ja, ja, dat we echt wel. Ja, of we komen op vraagteken en we worden weggelanceerd, zeg maar. Maar anders maar dat komen is ook niet er. Want er zit halverwege nog één aan. Nou, nee, dat is niet erg. Oké, okay, en we staan weer. En de ster kost nou 40 coins. Dus stel hun kopen de ster, dan zijn het ook weer 40 coins kwijt. En dan kost hij daarna weer 10 coins. Ah, oké. Bouw Travelies? Ik denk Orbs. Ah, voor mij maakt dat toch niet veel uit, want ik gooide net toch 1-2-1. Dus eigenlijk al. Maar volgens mij geldt die ook voor jou. Ja, ik ga erbij, ja. Weet ik twee. Sphere Factor. Ken ik. Ja, ik ken hem wel, ja, maar we ik weet niet meer. Ook gedaan toen met Morty. Oh, dus ik ben benieuwd hoe perfect de computers ja, deze doen. Ik zie het alweer gebeuren. Ja. Ook omdat ik deze niet zo heel goed kan. Ik heb altijd ongeluk met deze minigame. Ja, die way. Oké, nou jij snel naar onder af. Ja. What the fuck, hè? Ja. Come on. Dan hier omhoog. Ja. Cupmol, ga weg. Oké, nice, nice. Nee! Nee, yo, no. What the fuck. Waarom doen hun alles perfect? Yeah. Hun doen alles perfect. Weet je welke game ik wel zin heb? In Odyssey. Ik kom bijna uit, hè. Ik pak er 2 shippies. Ik heb er ook 2. Deze maand, toch? Ja, 27 of zo. Oeh, ja, dat duurt nog wel echt wel. Maar zo zeker niet. Nog wel. Nog volgende week of zo is het al Centerplate, hè? Nog 2 weken. Nou ja, op 1,5 week. Ik heb er wel zin in. En als je dan terug bent, Odyssey. En als we dan terug zijn, Odyssey. Ja, de week daarna wel, maar. Oh, maar, hoe heet het, had je nog gekeken op dat plan wat ik zei? Ja, dat is. Die week zeg maar, ja. Mijn moeder haalt er dan op, ja. Dus. Ik denk dat we deze best kunnen bewaren voor de volgende, zeg maar. Want daar ligt zo'n blokje van in, weet je wel. En nou gooien we nog redelijk goed. Ja. Ja, ik hou wel van Hammer Bros. Want als dadelijk zeg maar het hele gebied van ons is, dat is wel nice. Dat hun op een gegeven moment op stukken komen waar ze zeg maar op rood of op blauw zouden moeten komen om niet op ons te komen, snap je? Oeh, ik ben benieuwd. Hier is het zeg maar degene die als eerste map, die wint de fight, zeg maar. Ja, want mijn moeder die haalt je op, dus ja, ik neem aan dat er komen en ze zei van ja, dat zien we dan wel, maar sowieso donderdag en dan is het net... Ja, als het woensdagavond kan, dan zou het heel goed. Oké, okay, ja. We gingen elkaar eruit uitslaan, dat is maar goed. Oh. Eet de shit, man. Ja, dat is zeg maar wel bij zo'n games, dan denk je echt zo van, Ja. Dan zit toch bij elkaar. Ja, want dat was wel nice, ja. Want we gingen eerst tegen elkaar, dus waren wij degene die als eerst sloeg en dan zie je dat van, ja. Dat het dan gewoon game over is. Wat doet die Birdo eigenlijk? Die de Yoshi eigenlijk. Ja. Yeah. Ja, dat weet ik niet precies, maar volgens mij was het wel goed. Piet zat ook wel een goeie, hè? Dat als zij dan elke keer loopt, elke keer zoveel coins krijgt, ja, hè? Zoiets, ja. Ah.
Als ze nou 140 coins inzetten, hè? En dan winnen, is de game voor ons gewoon klaar, hè? En winnen toch wel. Nou. Maar ja, als je 140 coins zou inzetten, hoeveel graag is het? Oh, hoef ik niet te kijken, ze hebben gewoon gewonnen. Ja, dat is makkelijk. Ja, 140 coins, ja, je hoeft niet te kijken, want ze winnen toch wel. Jij moet het doen, hè? Wat doen we? Ja, die kamer. Ja, en dan... jij doet dat maar. Als we nou hoog gooien, komen we al op die pipe, hè? Mm-hmm. Dus hopelijk gooien we hoog. Ja, ja, als... Ja, ja, oh, no. Oh, de pipe is niet dat je... Oké, maar dat is ook goed. De pipe is niet dat je switcht, dat is dat je dan... Oh. Maar dat is lelijk, dat dacht ik ook, hoor. Dat is raar. Ik dacht ook dat je switchte. Yeah. Maar ja, dan komt dat in die andere switch de hele tijd. Single? Ah, ja. Dat vind ik jammer, want... Dan komen die anderen in principe ook op DK, weet je wel. Het zal wij op DK komen. We zijn gewoon al 3 keer op DK gekomen. Yep. Dat is echt veel. Zijn met die glijbaan? Of is Oh ja, ja, je moet gewoon die banaan. Oh, ik ben benieuwd hoe Pixel Perfect die goede bitjes weer zijn. Oh ja. Oké, als. Ja. Dus dan word ik naar midden. Jij had hem, hè? Schiet het wel. Ja, ik had er 14. Ja, maar ik had die tros, zeg maar. Kijk, als ik de tros al niet had, had ik min 5, had jij 9. Dus dan hadden we allebei 9. Zeg maar. We hebben wel echt tering veel coins. Wij op zich ook wel. Ik had niet verwacht dat we zoveel coins zouden hebben, maar we winnen toch ook best wel. Ja, want... ik krijg een poep. Oh, kijk, niet. Ja, maar die zullen ook weer fucking goed. Ik denk dat bij Pokepummel dat wij wel beter zullen zijn. Of in ieder geval jij. Ja, dat ligt. Maar ik denk niet dat ze Brutal zo... zo... 1 seconde, diep, alles ja, af. Ja. Oké, okay, kijk, jij hebt het nice, want jij hebt het binnen voor. Jij bent groen uit, toch? Ja, maar... Oh, nee. Oh, je hield me tegen! Nee, jij hield mij tegen! Ja... Oh, ja, yeah, nice. Deze minigame is echt vet, hè. Vroeger vond ik dit echt een moeilijke minigame. Oh, net ging met ik ook. Met sturen en zo. Ja, voor mij was het even het begin van... Oh, is links nou rechts? Of... Nee. Maar ja... Nice. Kijk, en bij zo'n game denk ik dan zo van, hè, de computer staat er op Brutal. Ja. Zijn wij dan beter dan Brutal? Wij zijn super Brutal. Zijn wij dan beter dan Brutal? Wij zijn super Brutal! Maar niet van de boosten. Wat is het beste wat je daaruit kunt winnen als je dat tongetje moet blazen, weet je wel? Alleen maar een shirt. Oké. Oh, dan hadden we beter die kunnen gebruiken. Kunnen we dat nou halen? Ja, dat kan. Hoe ver, hè? Hier, what the fuck. Dat is wel gek. Oh, en coins. Oh, nice. Dat was ik vergeten dat ook onder Mario Party 7. Ah, dan komen we wel weer op Duel Link, toch? Ja. Jij doet het. Oké. Okay. Als we gewoon voor al onze coins nemen. Maar dat merk je pas af. Oh, nou ja, je kunt niet... Wajo, dus we kunnen onszelf hier ook gewoon kernaaien. Yep. En de vorige verloor ik ook al. Ja, maar deze ga ik in. Oh, dan moet je toch die vis ontwijken. Oh, deze is wel leuk. Ja, ik dacht niet op die brug. Hij is een brutal bitch. What the fuck? Oké. Een beetje in het midden blijven.
Hoe zag je dat? Ik wou dat tegenaan duwen. Geef die staan. Nice. Ik wou haar ook heel sneaky zo tegenaan zwemmen. Ja, maar dat zag ik. Ik dacht van... Jammer dat ze reageert. Oké, en we krijgen helemaal niks! Oh! Serieus. Helemaal blij van niks. Dan winnen we die minigame en dan krijgen we niks. Wat een Pokepie, man! Ik denk Ghost. Oh, deze is ook leuk. Oeh, ik ben benieuwd hoe goed de computer hier ook er is. Ja, beter dan ik, denk ik. Oké. De vorige keer won ik, weet je niet? Ja, en toen was jij er niet meer. Thijs deed er ook en die had gewoon 3 pagina's achter elkaar. Oh ja, dan heb je gewoon free win. Zij had hem daar, zeg maar. Ah ja, dit is flauw, dit is flauw. Jongens, jongens. Ja hoor. Oh, jij hebt... Oh dude, anders had ik gewonnen voor ons. Oh. Oh. Nou! Nee! Oh, je had me... Yeah. Oh, kut, dat was niet handig. Ja, en hadden echt geluk. Chippies! En hadden zoveel geluk dat ze zeg maar een plaatje kwam op hetgene waar die andere computer van hun was, zeg maar. Heb je de 2? Mm-hmm. Als je aan dat hete chippy zou ruiken, zou het dan ook heet worden aan je neus? Nee. Nou, als we nou ook even naar de finish worden geschoten. Ja, ik heb wel 1 hete. Ik had een semi-hete. Als dat kan. Nou, wat rood. Ja, ik had een semi-hete. Hij is niet koud, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik proef het tintelend gevoel in mijn mond, zeg maar. Maar jij had dus een echt een sappige. Nou, ja, niet zoals de vorige keer. Ik denk ook dat die er niet in zitten. Maar die was gewoon te heftig. Yeah. Die was gewoon fout geproduceerd. Ja, het was echt helemaal bitter werd het in mijn mond. En ik was echt... Ik wilde helemaal te shinebacken. Oeh. Alle coins. Ja, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, op zich ook niet zo heel slecht. Oh, sterk wel. Ik krijg een cadeautje van mij, een Z-Star. Weet je nog dat ik? Oeh, ja. Yeah. Nou, hier kan alleen Bowser dat toch? Nou, die kunnen. Ja, maar niet zo goed. We krijgen dan misschien wat opstuigen. Als ze gewoon elke keer ons gebruiken. Ja. Oeh. Ik ben benieuwd, hè? 16 turns. Ah, omdat het natuurlijk veel sneller gaat als je met z'n tweeën bent. Ja, de helft minder turns. Komen we nou op. Nee, we komen niet op vraagteken. Oh, je komt gewoon terug waar je vandaan komt. Oh, wel een vraagteken. Nice! Mag je dit ook allebei? Nee, alleen jij volgens mij. Oh, nice! Hey! Hey! Ah. Ja, we hebben allemaal 3 coins. Omdat we alles hadden? Zee! Ik wist het van niet. Nee, dat wist ik ook niet. Zee! Yeah! Ik ben trots op ons Pokémon. Het jammer is wel, aan deze game, heb je hier ook de slow mushroom? Nee, hè? Jawel. Oh, okay. Oh, dan weten we dus volgende keer. Oh, kom op vraagteken. Haal alle coins. Ja. En je weet het niet. Oké, dit is een free lose. Want die computer weten wij. Ja, ik denk het even. Maar je moet, zeg maar, wanneer je rechtdoor kunt, rechtdoor, zeg maar. Want dan is het snelst, toch? Of... Je moet gewoon zorgen dat je gewoon op tijd komt. Ja. We zijn allemaal bij niet, nee.
kijk, die Birdo die heeft nou al, die loopt nou al keiveel voor. Wow! Ik heb soms echt het gevoel van, what the fuck? Hier liep hij vast geworden. Ja, als hij nou, ja oké, maar hij slaat op, dus ja, aan de ene kant. Zullen we de part gaan beëindigen? De eerste part van de special. Oh, de brug is er gemaakt. Ja, we doen de special in een paar deeltjes. Ja, in 3 delen. Omdat anders te lang is, zeg maar. Ja. Daar heb je soms ook met sommige piemels, die kun je ook niet handelen. Dus dan doe je ja, drie ik moet delen. Hem altijd in de knoop leggen. Ik moet bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vind je nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende aflevering met de special! Special extra vakantie! Kim Holland komt op en zo.